Wow. Zonder de wethouder met de bewuste eerste schop. Ja. Enig idee? Zaadje. Oeps, wat voor zaadje? Het is een eikeltje. Het is een eikeltje. Eikeltje is ongeveer 4,5 gram. Dit eikeltje kan uitgroeien tot zo'n ding. Enig idee, ik heb dat opgezocht gisteren op Wikipedia, want ik weet nooit precies hoe zwaar een boom is. Heb je enig idee hoe zwaar een eik is? 3,5 ton. Die eik is ongeveer 17.000 kilo. Oftewel 17 personenauto's. Hoe komt zo'n eikeltje inderdaad tot zo'n boom? Daar heb je eigenlijk maar 3 dingen voor nodig. Dat is een beetje licht. Dat is een beetje water. Daar is Hiddink straks mee bezig inderdaad. Maar dat is met name goede grond. En Dion heeft een testje uitgevoerd hier op deze grond. Dit is knijtig goede grond waar we hier op staan, of niet Dion? Dus met een bijdrage van de natuur en een bijdrage van de gemeente Winterswijk, laat ik eerlijk zijn, gaan we aan de slag hier inderdaad om van eikeltjes gewoon mooie grote bomen te maken. En waarom doen we dat inderdaad? Omdat wij vinden dat er heel veel mensen nog steeds binnen zitten die lekker buiten aan de slag kunnen. Als je bijvoorbeeld met een drone die er toen nog niet was in de jaren 50 over Winterswijk vloog, dan zag je bij heel veel wijkjes dat de huizen hele diepe achtertuinen hadden. Waarom hadden die van die diepe achtertuinen? Omdat iedereen zijn eigen moestuintje had. Die zijn verdwenen, maar mensen aten uit hun eigen tuin. Nou, dat willen we weer een klein beetje terugbrengen. Wat we hier ook terug willen brengen, en daarom is het zo mooi dat we hier nu staan met elkaar, is dat we hier straks over 1,5 of 2 jaar komen en dat mensen vragen van, als je kijkt naar de stadstuinbouw gebeuren, Park Achterhoek, wat is dat dan eigenlijk? Is dat een moestuin? Is het een reïntegratietraject? Is het een dagbestedingslocatie? Is het een restaurant? Is er straks een kas met een bakkerij? Het is dat allemaal. Dus we zijn wat dat betreft inderdaad gewoon ook met dit project niet in hokjes gestopt. En dat is ook precies datgene wat we niet willen. Wij willen niet in hokjes gestopt worden. En we willen met name niet hebben dat mensen die hier straks werken, of je vanuit Zo Zijn komt, of Estinea, of je komt bij Bijzonder Gewoon, of vanuit Pronova Praktijkonderwijs, je komt bij de gemeente vandaan inderdaad. We willen gewoon dat iedereen die hier komt straks niet in een hokje gestopt wordt, want het is een stadstuinbouwproject inderdaad van Winterswijk en voor Winterswijk. En eigenlijk inderdaad, we staan nu op keurige afstand van 1,5 meter. Dat willen we hier blijven houden. Waarom willen we dat? Omdat mensen die bij elkaar gaan staan, gaan klitten, die gaan kletsen. Hier gaan we niet kletsen. We hebben 3,5 jaar gekletst voor dit project. Eindelijk mag de schop de grond in inderdaad. Dus ook hier blijft de 1,5 meter blijft gelden. Waarom inderdaad? Als je hier komt straks, wie je ook bent en wat je ook doet, je doet er overal aan en je gaat gewoon lekker aan de bak. Daar zijn we hier van. Vandaar dat ik zo blij ben dat de wethouder is, want die moet ook even aan de bak. Want die heeft al beloofd dat ze het eerste boompje zou planten. Het is een analogie van de wet, het is een wilde persik. Die vonden wij wel toepasselijk inderdaad. Dus we gaan dadelijk aan het werk inderdaad. Het programma is even simpel als dat wij zijn. Ik heb jullie welkom geheten bij deze. Straks nodig ik jullie uit voor een heerlijk kopje koffie. Met een eigen gebakken bak. Zijn ze eigen gebakken? Zeker. Zeker? Van wie ook alweer? Van Bijzonder Gewoon. Oh, van Bijzonder Gewoon. Dankjewel. Dat zocht ik inderdaad. En je bent niet alleen. We hebben gelukkige hulp inderdaad van de mensen van Bijzonder Gewoon. Ja. Maar gelukkig ook stevige kerels inderdaad vanuit Zo Zijn. Die gaan straks ook een rondje mee op de trekker. Omdat we met elkaar gewoon aan de bak gaan. Het programma, wat ik zei, is even simpel als doeltreffend. Ik heb jullie welkom geheten. Ik geef heel graag het woord dadelijk aan wethouder Elvira Schepers. Om vervolgens inderdaad gewoon echt snoeihard aan de slag te gaan om het boompje de grond in te krijgen. Dus top dat jullie er zijn. Wethouder, fijn. Dankjewel Patrick. Nou, ik had een heel leuk verhaal voorbereid over de vruchtbare grond die er was. Maar je hebt het gras een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Sorry. Maar het is niet alleen vruchtbaar voor gewas, het is ook vruchtbaar voor mensen. En voor mij persoonlijk is dit echt wel een heel mooi project. Dat past ook bij de geest van Winterswijk. Want wij willen investeren in biodiversiteit, in natuur, in landschap. Maar we willen ook investeren in mensen. En dat gaan we hier vooral doen. En nou, heel veel mensen weten, ik ben wijkverpleegkundige geweest. En in mijn werk als wijkverpleegkundige ben ik ooit tegen, laten we hem Jan noemen, aangelopen. En Jan zat thuis en kwam eigenlijk niet meer uit huis. Maar eigenlijk wilde Jan heel graag naar buiten. Alleen hij durfde niet meer. En hij vertelde mij, toen ik jong was,
Ja, maar ik had een heel groot gezin met broers en zussen en dat was altijd heel fijn. En we werkten op het land, want ze woonden op de boerderij. En ze werkten allemaal gezamenlijk op het land en dat vond hij heel fijn. Maar gaandeweg de tijd gingen de broers en zussen uit huis, want ze gingen trouwen. En toen zei hij, ja, en ik bleef over. En dat, ik gevoel, ik bleef over en voor mij was er niks, want dat zat daar eigenlijk achter. Dat willen we gewoon niet, want in Winterswijk telt iedereen mee. En dat doen we ook hier bij Pak Achterhoek. Hier telt iedereen mee en hier kan iedereen meedoen. Of je nou een beperking hebt of niet, en welke dan ook, in principe is hier gewoon een plek voor je. En dat is volgens mij wat heel goed past bij Winterswijk. We investeren in mensen, we investeren in natuur. Ja, en ik ben dus heel erg trots dat we dit project hier kunnen gaan starten. Met de mensen van Zo Zijn en de mensen van Bijzonder Gewoon, Patrick Halling. Met Pak Achterhoek zometeen als buur, waar zorg en ontwikkeling elkaar kunnen gaan versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een heel goed project gaat worden, wat alle kans van slagen heeft. Het heeft alles in zich. En ik hoop dat ik straks mijn groenten hier kan halen eigenlijk. Zeker. Maar daar gaat Patrick ook voor zorgen. Fijn. Dus volgens mij gaan we de eerste boom de grond inzetten. Dankjewel. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Maar gelukkig hebben we Dennis van Zo Zijn. Dennis, wil je ons helpen of niet? Ja, nou, kom dan maar eens even gezellig bij. En volgens mij wil Nathalie ook wel eventjes helpen. Yes. Dat is heel lastig. Ja. Nou, dat gaat mooi al. Ja, dat gaat heel mooi. Ja. Papira. Even kijken. Dat is hard werken, hè? Ja, ik heb het al vaak gedaan. Je hebt vaker gedaan, hè? Ja. Maar we hebben ook een programma van 10:30 tot 11:30. En nu snap je ook waarom we hier een uurtje voor nodig hadden. Ja. Het begin is, nou, Dennis, als jij de schop aan de wethouder wil geven, want... Ja. Ik zit vol met wortel nog, hè? Zeker zit het vol met wortel, ja. Nou. Ik stond vorige week in een tuin te spitsen. Dat ging makkelijker. Ja, je moet het vast door. Ja. Ja. Nou. Misschien leuk voor het plaatje nog inderdaad. Hebben jullie voldoende? Nee, zeg kun je helemaal niet zien. Zo. Eventjes de schop en dan toch een beetje omhoog. Ja, de schop even omhoog en dan het zand eraf gooien. Ik denk dat het mooi voor het plaatje. Oké, wacht even. Dan moet ik eerst wat zand kieken, hè, dus ik kan ja, nog kieken. Moment. Ja, moment. Rustig. Ja, die was wel leuk. Ja, die is goed, die is mooi. Ja. Ik denk niet dat hij nog diep genoeg is, hoor. Zal ik hem eens even overnemen, een klein beetje? Leren die schop zien wel. Nog 7600 vierkante meter te gaan. We zouden niet praten, toch? Nou, dat kan niet in, denk ik, of niet? Dat denk ik wel. Zullen we eens doen? Zo het eens doen? Ja. Dit moet erbij. Ja, dat moet er zeker bij. Oh, mooi. Weer niet, het is wel fijn. Verder van Dennis? Ja, dat gaat mooi. Gaat goed? Ja. We gaan aanstampen. Ja, dat moet een mooie grote boom worden. Ja, met persiken. Ja. Dat is goed persen. Nou. Dat is hem, jongens. Mooi. Dank jullie wel. Hey, jij hebt overlaten.